De minister van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer, RGB, Roline Samsudien, heeft de bezem door het gronduitgifteproces van Para gehaald. Zondag heeft ze grondbeschikkingen uitgereikt in het district. Voordat de beschikkingen in orde waren, heeft de bewindsvrouw echter enkele uitdagingen moeten overwinnen, haalde ze zondag in haar speech aan. De mensen die aanvragen hadden lopen, moesten eerst een herregistratie doen. Daarnaast heeft de minister ervoor gezorgd dat de gronden die onterecht in bezit van particulieren waren, zijn ingetrokken. Ook heeft ze boedelkwesties moeten oplossen. Samsudien vond het erg dat er mensen in het bestand voorkwamen die sinds 1972 aanvragen hadden lopen, maar nog niet voorzien waren van de nodige papieren. Want Trasansa is play in de para. Tak de minosap om een verkavelaar in de district die zien. Zelf wat eens maar een verkavel. Tede si tak wan grong de vrij. De goden te kwam land niet, de me kwam karta, dat de die dertigs ma, en dat de tek moni bij. Dat de smasa etan zo met lange tapa grong, de ne tek de sma dat mee, dat jou abim kwe, want dat de regel de egi sma tapa grong. Wa, de te bijvoorbeeld, meneer Kobi e actie wan grong, maar meneer Kobi is voorzitter van een stichting. Maar hij is ook voorzitter van een sociaal-cultureel vereniging. Daar is een wantra, een soort vrouwenvereniging of soort vereniging. Dus als zijn man een actie ziek is, dan we allemaal weer wees af. Want als man ook een actie is, en een trouwens een pina-pina, dan af dat is refie en ineco een aanmerking. De minister onderstreepte dat de regering ervoor zal zorgen dat een ieder wordt voorzien van grond om te wonen en te werken. Enkele Paranen uiten openlijk hun blijdschap. Blijde bewoner van Para die zondag uit handen van de minister van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer, RGB, Roline Samsudien, hun grondbeschikking hebben ontvangen. De uitreiking heeft plaats gehad in het MTC-gebouw aan de Rijsdijkweg.